Hallo gebroeders Blaak, wie is wie? Ik ben Stefan. En ik ben Martijn. Wat vonden jullie er zelf van? Ja, het is een heel bijzonder stuk om te spelen. Het is natuurlijk heel meditatief van karakter. En het is een reis die je maakt, de Canto Ostinato. En het was ontzettend fijn om hier te zijn met een heel aandachtig publiek. Dus dat is alleen maar mooi om te doen. Is dit de eerste keer dat jullie het in deze setting doen? Nou, dat mensen zo dicht op de vleugel zitten wel. Dat is ook de eerste keer dat we dit in Almelo doen. We hebben de Canto meerdere malen uitgevoerd. Ook wel dat mensen wat dichter erop zitten. Maar zo dicht mooi op het podium in een theater. Dat is de allereerste keer. En wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. Alle twee ook als blazers begonnen voordat we als pianoduo verder zijn gegaan. Dus ja, dat zit wel in de genen. Maar waarom nou juist piano? Waarom juist piano? Nou, misschien was het wel omdat de piano bij ons in de woonkamer stond. En het was heel makkelijk. De piano die was altijd open, de klep was altijd open. Dus de loop naar de piano was altijd heel makkelijk. Het concert van de Stichting Kamermuziek Almelo, ja? Waar wij sinds dit jaar programmeur van zijn. Dan vindt het volgende concert plaats in Theater Hof 88. En zelf zijn wij morgen weer onderweg. We zitten morgen in het westen van het land te spelen met z'n tweeën. En bereiden ons inderdaad voor op de komende concerten eind van deze maand en volgende maand. Voor de kerstdagen hebben we ook nog een aantal concerten staan. Hey, bedankt hè. Graag gedaan.